Ik mocht voor deze eerste aflevering van Middelkerk Gestript de Noordzeecross gaan bezoeken. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik was heel benieuwd hoe dat zou verlopen. Wat mij opviel was dat de mensen van overal komen. Wij komen van Gerardsbergen. Vanmorgen zijn we dus om 10:30 vertrokken met de wagen tot hier op het parcours. Mm-hmm. Voor dus de laatste superprestige van mijn idool Schijnijs. Nog een keer mee te maken. Dus, ja. Het zal voor mij een emotionele moment zijn straks. Is echt waar? Ja. Ik stel dus vast dat ik dus echt wel de verkeerde schoenen aan had. Maar ik moet wel zeggen, iedereen was zeer behulpzaam. Wel, ik ben vanmorgen vertrokken, ik heb mijn botten klaar. Ja. Ik ga het hotel voor mee te nemen, maar... Je bent niet veel beter, hè. Maar het is mijn eerste keer. Oh, ik dacht het al, zeggen. Dat moet de eerste keer zijn. Maar ik vind het wel goed, hè. We hebben hier een hotelletje genomen, hier niet veraf, in Westende. Dus en dan zijn we onmiddellijk naar hier gekomen en voilà. Tot deze avond blijven we hier, hè. Maar waarom kom je naar deze cross? Hier wordt echt een overwinnaar van de superprestige dus gevierd, hè. Ja. Het is daarom deze avond is groot feest in de casino, hè. Waarom moet ik volgend jaar hier terug zijn? Voor de gezonde zeelucht. Ja. He? En dat kan alleen in Middelkerk en Westende. Ja. Oké, okay, dat is goed. Deal. We zien elkaar hier volgend jaar, hè. Afgesproken. Na die Noordzeecross wilde ik ook eens op de fiets en ik koos voor mountainbiken en daarvoor had ik afgesproken met de Sjoefkes uit Middelkerken. Peter, de Sjoefkes, de mountainbike club, heeft iets unieks uitgestippeld hier aan de kust. Ja, dat klopt. Wij zijn erin geslaagd om een vast mountainbike parcours te leggen in de duinen. Iets wat vroeger totaal ondenkbaar was. Hebben wij toch in samenspraak met de bevoegde instanties een parcours uitgestippeld waar de bedoeling is dat iedere mountainbiker vanaf deze zomer zich kan uitleven in zijn sport. Ja, op een vast parcours? Op een vast parcours, volledig uitgepeild. Wow, Peter, mega mountainbike route, maar niet voor elke zondag. Proficiat en veel succes van de zomer. Dank u, Sabine.